Yes. How are you? Fine. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to see you. Finally. I'm glad to see you. Okay. Daar kwam Daniel in het mooiste pak wat ze in Sneek konden kopen. Kwam die binnen? Het leek wel achter een gordijn bij het toneelstuk. Daar kwam hij aan. Yeah, finally, man. Yeah. Everything is done because of Paget. Okay. He's a real man. Brother. You said your angel. He's my angel. Okay. Okay, fine. Hey Daniel. Geloof ik dat ik gezegd heb. How are you? Are you Daniel? Dat is alles. Mij interesseerde het. Geen fluit. I want DNA test, he said, immediately. He make noise. He gives doubt again. Nee, maar dan komt weer... Mijn eigen vader was net zo. Die zat ook tegenover mij in Bangkok. Van wie ben je? Laat je paspoort zien. Wie is je moeder? Heb je nog andere familie? Etcetera, etcetera. Volkomen gevoelloos en ook... Nou, misschien heb ik wel zo'n voorbeeld gevolgd. Ik was gevoelloos. Ja, snap je dat? Maar toen uw vader dat zo met u deed, dat vond u toch niet leuk? Wat kon je doen? Een man is zoals die is. Ik kan er niks aan doen. Ik kon er niks aan doen. En ik heb er ook niks aan willen doen. Ja? Zou u zich daarvoor willen verontschuldigen of niet? Als Daniel voor u zou zitten... Ik weet niet of u het heeft gedaan, maar zou u zeggen... Het spijt me. Ik weet niet of ik dat kan. Er wordt nog weer emoties. Ja, dat wordt... Nou kom je, je krabt weer verder. Maar dat zullen weer emoties worden... die eigenlijk voor twee volwassen kerels... Maar je zag die emotie bij mezelf gisteren... toen we daarover mijn vader hadden.